Welkom bij Iedereen kan Haken. Um, allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken en het abonneren op de video's van Iedereen kan Haken. Um, dit is de Stormy Day omslagdoek. En misschien kan je hem zo ja, niet helemaal goed zien. Uh, maar op Facebook zijn er ook foto's van. En uh, de uitleg uh, de link zal ik eronder zetten, hieronder de video. Hij is gemaakt met uh, scheepjeswol, uh, echt zo'n whirl. Een whirl is echt een, uh, ja, een bol die je vanuit het midden of vanuit de zijkant zeg maar uh, omrolt. En nu heb ik dit bolletje nog over. En ik heb uh, nog niet verteld dat ik met de Stormy Day ben ik geëindigd uh, met de bolletjesrand. Want die vond ik echt, ja dit zijn echt die bij elkaar gehaakte uh, halve stokjes. En de uitleg van de video die tutorial. Die staat hier dadelijk onder deze video. Maar daar heb ik omdat ik nog een stukje de, dit stukje een klein bolletje had ik nog over. En daar heb ik nu dus kijk. Ik zal het even nog laten zien. Een heel klein uh, oprandje opgehaakt. Een heel klein, ja, je ziet het bijna niet, maar zie je hier heb ik er ook een en hier ook een. En ik zal laten zien hoe dat ik uh, dat gedaan heb. Ik heb dus um, onder deze rij met twee stokjes, uh, waar allemaal alleen maar stokjes zitten, heb ik dus eigenlijk alleen maar uh, om het stokje heen de draad opgehaald en nog een keer op om de haaknaald heen. En een, eigenlijk ja, het zijn allemaal. Zie je, dit wordt een hele mooie ketting. En omdat ik dus dit stukje nog over had, dit was mooi donker. Dan accentueer je mooi het laatste randje van de hele omslagdoek. Zie je, dus je steekt in en je haalt om het stokje heen. Je haalt je draad op. En omslaan door 2. En zo maak je die hele rand. Met het iets donkerder garen accentueer je meer de omslagdoek van de stormy D. Dus het is heel eenvoudig. Je steekt in voor het stokje, je haalt je draad op, omslaan en je hebt een heel mooi randje. Je kan dit natuurlijk overal bij gebruiken. Dus dat je net even een iets te donkerder kleurtje pakt en dan ga je een mooi randje. Twee heb ik er gemaakt. Ik heb hem hier bij die halve stokjes gehaakt en dan heb ik deze toer dus overgeslagen met die twee stokjes. dat je hier die mooi die gaatjes erin krijgt en hier heb ik weer die mooie lusjes rand gemaakt. Nou, ik zou zeggen: heel veel plezier met het haken van de Stormy D-omslagdoek. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. En vergeet niet te abonneren. Tot ziens!